René Mol is directeur van het Catharijnenhuis en maakt zich klaar voor het jubileumfeest in de Geertekerk. De daklozenopvang bestaat 20 jaar en dat is een feestje waard. Maar wel eentje met een dubbel gevoel. Het is niet leuk dat er 20 jaar mensen op de straat lopen in Utrecht. Maar wat wel hartverwarmt is dat er 20 jaar lang mensen zijn die zich ervoor in willen zetten. Daklozen kunnen al 20 jaar terecht in het Catharijnenhuis voor een kop koffie, een warme douche en schone kleren. Eind jaren 80 waren er wel veel mensen die terecht konden in een nachtopvang. Maar er was nog helemaal geen dagopvang in Utrecht. En er waren theologiestudenten en een dominee en die dachten, in dat gat willen we springen. We voelen ons verbonden met minder bedeelden, mensen die weinig hebben. En daarvoor gaan we een dagopvang creëren. Terwijl in de Geertekerk de voorbereidingen verder gaan, kunnen de daklozen ook vandaag gewoon binnenlopen in het Catharijnenhuis. Rijn Gerritsen is ex-dakloze en is een van de sprekers op het jubileumfeest. Je weet ook dat als je de straat op gaat en je bent weer in je eentje, dat je dat er mensen zijn die je lot delen. En dat is ook iets waar het Catharijnenhuis voor zorgt. Gerritsen heeft een boek geschreven over zijn levensverhaal en is tegenwoordig filosoof van beroep. Loskomen van het straatleven en een nieuw leven ergens anders opbouwen, zoals Gerritsen heeft gedaan, is voor daklozen nu bijna onmogelijk. Waar ze ook gaan en waar ze ook staan, niet alleen hier in Utrecht, maar ook in de landen, iedereen kent ze. Dus die daklozen zijn niet langer meer anoniem, ze zijn bekend en eigenlijk bij iedereen. Anoniem of niet, voor heel veel daklozen in Utrecht is de dagopvang onmisbaar. Mensen uit als Rijn Gerritsen, die hadden de eigen kracht om eruit te komen. Maar veel mensen hebben die kracht niet en die moeten worden geholpen door mensen die achter hun en naast hun staan. En daarom blijft zulke opvang nodig.